Stefan Tolhoek, jullie verliezen met 2-1 van Zwift. Niet zoveel op af te dingen, denk ik. Nee? Zeg het eens. Ik heb het idee dat wij op een gegeven moment zelf 2-1 maken, wat een onterecht buiten spel is. Weet je, en in die fase van de wedstrijd waren we natuurlijk even in de flow. Hadden we natuurlijk gelijk gemaakt. Ja, en daarna maken we 2-1. Wat, ja, we hebben de beelden gezien in de kleedkamer. Het is geen buitenspel. Weet je, als de scheidsrechter gewoon zelf goed oplet. En dan staan we 2-1 voor. Nou, dan weet ik zeker, dan hadden we 3-4-1 gewonnen. Als je ziet, zeg maar de eerste helft. Heeft Zwift natuurlijk het initiatief. Zet ons ook bij vlagen best wel onder druk. Maar zijn over het algemeen nog niet zo verschrikkelijk gevaarlijk geweest. Zwift een hoop balbezit, niet heel veel kansen. En jullie lopen er toch een beetje achteraan? Nee, je bent niet bij de bespreking geweest. Hè? Het hoort ook bij het plan wat je hebt. We hebben ons wel in dit geval even iets aangepast aan Zwift. En dat hebben ze prima uitgevoerd. De inzet was formidabel. We hebben onze kansen gehad. Uiteindelijk verlies je met 2-1. Ja, dat is behoorlijk zuur. En we wisten natuurlijk dat Zwift in de opbouw gewoon heel, heel slordig is. Weet je, op het moment dat we zij in de tweede fase van de opbouw komen, dan doen ze niet meer mee. En dan komen de eerste helft gewoon 3-4. Gerwin had natuurlijk de grootste kans, echt vrij voor de keeper. Ja, daar moeten we natuurlijk ook in. Maar dat hoorde gewoon bij het strijdplan. Ik vond dat we dat gewoon tactisch gezien gewoon prima invulden. En jullie zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. Komen jullie daar nog uit? Ja, dit is natuurlijk verlies wat we natuurlijk wel een paar keer hebben gehad dit seizoen. Ja, we zitten wel in een situatie, weet je, dat moeilijke situaties voetballen wat moeilijker op kunnen lossen. Dus we willen gewoon als Bas zijn, dan moeten we even misschien een stapje terug doen. En soms misschien wel even bewust het initiatief iets meer bij de tegenstander neerleggen. En hopen dat we dan in de aanvallende zin onze doelpunten maken. Nou ja, we maken vanmiddag eigenlijk een prima doelpunt in ieder geval. Dus, maar je moet toch echt ook die mega kansen, met name van de eerste helft, die moet je gaan maken. Want anders krijg je het natuurlijk gewoon iedere wedstrijd lastig. Ja, dan moeten we gewoon zorgen dat we een kanteling krijgen, want ja, verdedigend geven we niet heel veel weg. Maar we moeten meer goede dingen doen met de bal, zodat we dus vaker in de scoringspositie komen. En dan de wedstrijden in ons voordeel kunnen gaan beslissen. Kijk, wij hebben natuurlijk als selectie zijn wel even een jasje uitgedaan. Ik zat van de week thuis even te rekenen, maar dan heb ik het over de afgelopen 2 jaar, zeg maar, gewoon 5 basisspelers die we gewoon kwijt zijn. Nou, en dan blijft het een smalle groep die in kwaliteit enorm ingeleverd heeft. Dan hoef je niet te verwachten van Bas, zo'n kleine club, dat we wel eventjes opnieuw in de subtop van de derde klas mee gaan doen. Dat had ik van tevoren niet echt verwacht, hoor. Maar als ik bij beschikbaar hou voor Bas 1, dan ga ik ervan uit dat we dat in de derde klas doen.